Bij de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog waren veel jonge Canadese militairen betrokken. In de euforie van de bevrijding ontstonden liefdes tussen Canadese en Nederlandse meisjes. 1886 meisjes trouwden met een Canadees en emigreerden naar Canada. Zo ook Eke Foreman van der Woude, die haar Canadees leerde kennen toen hij op het vliegveld van Eelde gelegerd was. Dit is haar verhaal. Er waren heel veel mensen bij het Eelde vliegveld op dat tijd. Want de meesten nu wilden zeep hebben, chocolade hebben. Of wat ze maar konden krijgen. Iets te ruilen. Want er waren veel boeren mensen woonden daar. Dus er waren wel eieren en zo meer. En die gingen dingen ruilen. En we waren vlak bij het vliegveld. En daar waren de soldaten stationed. En zo heb ik hem ontmoet. Maar ik vond hem zo knap dat ik moest hem hebben. En zo is het gebeurd. Het was eerst niet direct liefde, hoor. Liefde kwam later. Ik was 19 en ik ben getrouwd op 24 december. Ik was 30 maart. Dus ik was 26. Ja. Nou, dat is wel jong natuurlijk, maar het is goed geworden. Hè? Dat is het voornaamste.